In aflevering 7 van Super Mario Bros. Wonder spelen we met Peach. Peach gaat onder andere naar het kasteel van Bowser Jr. in de Wolkenpiek. En ik weet niet wat er precies gebeurt, maar het lijkt op een hele spookachtige schaduwwereld. We gaan hier naar boven en in deze aflevering speel ik lekker met Peach. Er zijn nog 3 leveltjes hier zo te zien. Oh, en dan het kasteel. Hier is ook nog iets gaande. Zit Bowser Jr. weer in dat kasteel? Deze poplin zegt dat wel in ieder geval. Maar eerst even deze leveltjes 100% halen. Daar gaan we. Oké, hier mogen we 2 keer op springen. Dus we moeten precies zo. En dan, kijk, dan gaat dat platformpje weg. Ja. Gaat hij wel weer terug, denk ik? Toch? Oké, ja, zie je. Op. Oké, let's go. Oh, hieronder is een piranha. Ja, wow, wat gebeurt er allemaal? Oh, ik kan hier ook in. Dus even koekeloeren. En daar is alweer het eerste 10 muntje op een platformpje waar je maar 1 keer op kan springen. Maar kunnen we even een momentje pakken voor hoe Olifant Peach eruit ziet? Wow, wow, ik dacht even dat je scheetjes kon laten. Gewoon zo. Maar wat is dit? Oh, dan gebruik je je andere power-up. Oh, die ziet er ook al vet uit. Ja, maar nee, ik ga denk ik eventjes voor deze olifant. Kan je hier op die dingetjes die zij schieten? Ja, precies. Dan dacht ik al dat ik op die manier dat paarse muntje kon pakken. Dan moet ik hier raak schieten. En dan komt daar ook weer wat. Oh, oké. Okay. Ja, zo. En dan kan ik daar die... Oh, no my god. Oh, die buis wou ik inspringen. Maar ja, dan moet je wel even... even goed springen, potverdorie. Oké. Okay. Wat gebeurt hier als ik die pauwblok gooi? Helemaal niks. Moet ik die omhoog gooien? En dan juist... Oh, ja. Kijk, ik snap het al. Ik moet hem goed timen. En dan komt dat blokje vanzelf naar beneden gevallen. Ja, top! Oké. Okay. Ik moet natuurlijk wel het pauwblok dan tegen die stenen aangooien. Laat me naar beneden! Dankjewel. Oké, daar kunnen we 10 keer op staan. Oh, komen muntjes uit. Eigenlijk, ik kan hem niet vertrouwen, hè, die kerel. Die kerel troepa, die kunnen we niet vertrouwen. Dan zit je nou te springen op mijn blokkie, meneertje. Ik moet echt even inkomen. Dit slaat helemaal nergens op. Nou, ik ben er hoor, potverdorie. Op de helft. Hier kunnen we een ster krijgen. Oké, maar we krijgen een bloem. Lucky toe. Wil jij eventjes hier weg? Dank u wel. Hotsikidee. Oh, daar moeten we naartoe. We moeten hier naartoe. Dat moet, denk ik, op het wolkje. Ja, zie je? Lekker. Oké, en nu? Waar ben ik? Oh, ik ben aan het skydiven. Met een... Ja, met een ster erbij. Die hebben we waarschijnlijk nodig om alle enemies te verslaan. Ja. Ik ga wel even rustig aan doen, want... Oh, er is nog een ster. Hier gaat sowieso de derde 10 munt komen, denk ik. Of... Zou het? Of niet? Of niet? Misschien ook niet. Misschien was dit het. Of misschien dat ik moet wachten. Ik weet het niet. We gaan het nu zien. Of er nog een 10 muntje ergens verstopt is. Oh, het 10 muntje is hieronder. Oké. Dan moeten we dit even goed timen, jongens. Oké, ik heb in ieder geval wel het 10 muntje te pakken. Oh, daar, een ster. Lekker. Whee! Lekker, Peach. Ik denk dat ik op die muntjes moet, op die zaadjes moet springen van die plant. Zo? Zo? Ja, kijk, en dan kan je zo bovenin de toren. Nice! Oké, het was even inkomen, maar nu gaat het lekker. Dus knal even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als jij van Nintendo houdt. Zie je wel dat daar iets speciaals was? Wat is dit dan? Het tussendoortje, het Soef-circuit. Betekent dat we een nieuwe badge krijgen? Wow, jeetje man! Wat is dit? Wow, wow, wow! Wat gebeurt er allemaal? Ik word helemaal weggeblazen, joh! Oké. Ja, ik heb alles. En op een of andere manier is het gelukt. Vraag me niet precies hoe. Ik ging alle kanten op, maar we hebben hem. Lopende bandwerklevel. Oké. Daar gaan we dan. Wat is dit voor spannend? Oh, hiermee kunnen we die blokjes verlengen. Dat we een langere lopende band krijgen. Oké, als we hier tegenaan springen. Ja, kijk, dat is wel lekker. Kunnen we tenminste een beetje normaal lopen op die lopende band. Wat ben jij, jongen? Wat ben jij? Wat is dat voor gekke vogel? Oké, wat is dit? Wat is deze? Komt-ie? Oh, oké, ja. Die gaat recht omhoog. Cool. Gaan er ook uiteindelijk stukjes lopende band weer weg? Of hoe werkt dit? Ik weet het niet. Ah, ik wou nog even naar die bloem, maar dat is niet gelukt helaas. Had ik hier gewoon onderlangs gaan moeten? Ja, dat had wel gekund. Maar goed, oké, we hebben het niet gedaan. Ik pak deze in ieder geval alvast mee. Cool, dan gaan we de bijzondere wereld in. Tenminste, als het lukt om daar tegenaan te springen, zeker wel. Wonderbloemzaadje. Oké. Nou, die pakken we mee. Deze pakken we mee.
Dan hebben we die allemaal nodig. We moeten deze pakken, zodat we al die dingen van Lucky Toos kunnen meenemen. En het 10 muntje, die moeten we ook pakken. Hier een groter blok. Jemig man. Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Ja, die hebben we dus niet te pakken. Oh my gosh, we hebben er eentje gemist. Omdat ik te ver hier naar voren sta. Is dat erg of blijven ze gooien? Ah, zo te zien blijven ze wel gooien. Gooi er nog één, gooi er nog één. Gooi er nog één. Alsjeblieft. Gooi er nog één. Ja, hier is er één. Toppie. We hebben hem. Oh, we moeten nog wel even zorgen dat we op dit platformpje ook kunnen blijven staan. En hier naar deze wonderzaadje kunnen springen. Zo, hatseflatsie. Maar ik heb wel één 10 muntje gemist. Oké, moet ik nu bouncen op deze vogels? Ja hoor, zeker wel. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Mijn tweede 10 muntje, die ben ik voorbij gelopen. Die gaan we nu even zoeken. Ik denk dat ik deze kapot moet knallen zo. En dan hieronder. En dan uiteindelijk deze moet gaan pakken. Zo? Ja, kijk, daar is die. Ja, 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 ja. Oké, die was goed verstopt. Die was leuk. Daar zag ik inderdaad dat ik al wat gemist had toen ik dit level voor de eerste keer speelde. Vallen is niet erg. Met de reddingssprong badge hoef je niet bang te zijn om in gaten en lava en zo te vallen. En hij is hier te koop. Nou, weet je wat? Die kopen we dan gewoon. Die maakt het wel een stuk makkelijker. Hier is ook nog een wonderzaadje die we moeten kopen. Ja, en ik moet gewoon altijd deze dingen kopen. Ik moet die gok gewoon wagen om even wat nieuwe verrassingsbordjes en dingetjes te vinden. Ja, krijgen we weer een dubbele potverdorie. Krijgen we nog een dubbele potverdorie. En nog één. Ja, nu is het klaar. Ik koop er nog één en dan is het klaar. Oh, oké. Spijkerbal Mario. Lekker. Dat is een hele zeldzame. Oh, ik kan het toch niet laten. Dan krijg ik één keer zeldzame. Dan wil ik toch weer doorgaan. Nou, we hebben er nu 47 van de 144 in totaal blijkbaar. 48. 49. Bij de 50 stop ik echt, jongens. Daar is die. Maar die reddingssprong badge, die bevalt mij wel. Kunnen we gewoon in de lava springen? Nou, dat kunnen we misschien wel gebruiken. In het kasteel, waar opnieuw blijkbaar Bowser Jr. op ons staat te wachten. Het paleis van de Wolkenpiek. Oké, go. Het zweet breekt jou uit, plantje. Ik denk eerder dat het sneeuw is wat je voelt. Daar zijn we weer, hoor. Daar zijn we weer. Oh, daar zijn alle skeletten piranha planten. Ach, het is weer zo vet gedaan. Kan ik die verslaan? Ja, ik kan ze wel verslaan. Oké, dat is lekker. Oké, wat is er met deze buis aan de hand? Die zakt. Maar als het goed is, kan ik nu dus hierin. Ja, kijk! Oh, ik kan er alleen maar één keer in. Ja, dat hadden ze wel mogen zeggen. Dat het maar voor één keer telt. Jongen, dat had je me echt even mogen uitleggen, hoor. Oké, wat is er met deze buis? Kan ik hierin? Nee. Daaronder is een 10 munt. Oh, ik ga wel even deze Hammerman kapot maken. Ja, dan moet ik op een of andere manier moet ik hem ook kapot maken. Tenzij jij lekker voor mij naar boven springt. Dat vind ik wel chill, dankjewel. Spring even nog een keer anders. Ga maar. Hier, dan kan ik zo... Daar zo... Ja, heel goed, heel goed. Kijk, dan kan ik nu zo... Doei, mazzel, doei, hamerbroer. Kan ik hierin? Nee, deze gaat naar beneden. Dan komt daar een buis omhoog. Oh, dan had ik die hammerbro ook naar boven kunnen brengen. Ah, oké. Als hij niet uit zichzelf zou gaan, dan had ik er zelf voor kunnen zorgen. Kan ik hierin? Nee. Kan ik hierin? Nee. Dan gaan we gewoon zo springen. Let's go. Kan ik überhaupt ergens in één buis gewoon? Kan ik ergens in één buis? Zo te zien? Nog voorlopig even niet. Ik werd bijna opgegeten door een piranha plant. Ga weg, Piet. Wat gebeurt daar? Dan kunnen we dit doen. Oh my god. En dan spring ik gewoon precies er tegenaan ook, hè? Oh, kan ik zo... Ja, kijk. Dan kunnen we die bloem kunnen we naar boven brengen. Wanneer moet ik timen dan? Zo? Ja. Lekker. Nu kan ik hem pakken. Top. Oké, wat gaan we hier doen? Wajo! Wat gebeurt er met Peach? Dit is... Ik moet zo heel raar springen nu. Ik moet kruipen. Let's go kruipend. Een beetje zo springen. En dan kunnen we zo hier omhoog. En dan... Oh! Waarom kan ik nu niet in de lava? Deze badge belazert de poel, jongen. Het is geen eerlijke badge, dit. Ik word aan alle kanten belazerd. Ik kan er maar één keer in en dan ben ik in de schaduwwereld en dan kan ik helemaal niet meer in. Oké, ik moet wel echt even oppassen nou, want dit gaat anders helemaal niet goed komen. Oké, dus. Ik kan hier gewoon springen en dan moet ik hier even klein worden. En dan... Nieuw, 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 nieuw. Nieuw, nieuw. En hier? Dan moet ik denk ik maar gewoon zo springen. Wat gebeurt er met deze guy? Ga jij in de lava? Doei! Later, plantje. Gaan we dit... Oh my god, ik bukte echt net op tijd. Moet ik denk ik hier op die boven springen? Ik vind Peach er heel raar uitzien nu op dit moment. Als ik heel eerlijk ben. Wat gebeurt er hier allemaal? Allemaal gekke lava ballen, vuurballen, let's go. Muntjes. Hier moet ik denk ik even overheen springen zo. Ja, hier is een 10 bloem. Hoe kan ik die pakken? Op een of andere manier moet ik daar even naartoe. Kijk, ja, zie je? 10 muntjes bloemding. Kan ik hier onderdoor?
Ja, oké. Okay. Er zit ook een 10. Ja, kijk, die hebben we ook te pakken. Oké, okay, dit gaat goed. Zo, ik sprong er net overheen daar. Deze ga ik even zo kapot maken. Top. Wat gaat dit doen? Oké, okay, dit zijn piranha plants. En dan, hoppakee, het wonderzaadje te pakken. Dit was super grappig. Dit was heel leuk. Oké, okay, ik word wel even olifant nu hoor. We zijn weer olifant in plaats van muis. Drop even een reactie als je die snapt. Die snap je alleen als je heel erg van voetbal houdt. Van Nederlands voetbal en van een bepaalde club. Oké, okay, let's go. We zijn hier om Mario te spelen, niet om voetbal te promoten. Let's go, Peach. Lekker. Oké. Okay. Wat wordt het? Een paddenstoel of wordt het een bloem? Het wordt een bloem. Lekker dit. En dan heb ik nog een olifant als op de reservebank zitten. Hoeveel kan ik eigenlijk gooien? Ik kan er elke keer 2 gooien. En dan kunnen er best wel veel 6 bolletjes kunnen dan hier zijn tegelijk. De Bowser Jr. zegt, zijn jullie daar? Jullie zijn hier helemaal naartoe gekomen met te spelen. Als jullie zo graag willen spelen, wil ik jullie natuurlijk niet teleurstellen. Ik hoop dat jullie zin hebben om flink bang te worden. Want ik ga wilde dingen doen met een wonderkracht. Kijk, hij gaat zijn booty shaken. Kan ik jou opsluiten? Nee? Oké, okay, wat is je plan, Bowser Jr.? Wat is je plan dan? Mijn plan is om zo even op jouw hoofd te springen in ieder geval. Ja, ja, wat ga je doen dan? Wat ga je doen? Je wordt weer die gekke, giftige ninja, hè? Maar nu ga je denk ik weer wat anders bekokstoven met mij. Voor mij. Oké, okay, als jij even daar blijft, ga ik een wall jump doen. Dan chill ik hem nu hier. Zo. Chill jij me even lekker daar de hele tijd. En dan spring ik nu weer bijna op jouw hoofd, ja? Oh, je gaat even een rondje draaien. Kan ik jou niet gewoon vangen? Nee, helaas. Ik wou hem even vangen, maar dat gaat niet. Oh, kijk hem huilen. Wat ga je nu doen dan? Oh, dit is een soort van jelly. Eww, dit is een soort van jelly. Een soort van honing of zo. Gaat wel langzaam. Bowser Jr. gaat er heel langzaam door. Dat is chill. Bowser slowly, hoor. Oh, waar ben je nu? Je gaat even... Ik ga je op je hoofd springen, hè? Wat denk jij nou? Wat denk jij nou, vriend? En nu, wat is je volgende plan? Oké, okay, we zijn weer terug. Maar nu ga je wel snel, denk ik. Oké, okay, maar als jij gewoon daar blijft... Hè? Lekker een beetje bouncen. Je mag nog komen, hoor. Dan ben ik hier. Spring ik op je hoofd, ja? Oh, wat? Je beschermt jezelf. Oh, we gaan weer terug. Oké, okay, we gaan weer terug. Hoppakee. Was dat het? Was dat het, maat? Dat was het, hè? Ja, je mag lekker naar je volgende kasteeltje. Ik denk dat ik jou nog wel een paar keer meer ga tegenkomen. Maar daar. Daar is de koningswonderzaad, of hoe dat ding dan ook mag heten. Oh, ja, de koningszaad. Nou, inderdaad. Ik had het soort van bijna goed. Lekker. Hotse flotsie poplins. En prins Floriantje. Het volgende kasteel is gered. Ja, op de wolkenpiek. Wat? Oh. We krijgen nog een reactie ook. We kunnen weer even op adem komen, maar er ligt nog een weg vol gevaren voor hen. Zijn ze klaar voor alle uitdagingen die ze te wachten staan? Dat zullen ze hun bijtjes goed moeten gebruiken. Lekker gedaan, Peach. Heb jij even gefixt, hè? Kijk, en zo verandert het Bowser Jr. kasteel weer in een normaal kasteel. En kunnen we, denk ik, door naar de volgende wereld. Oh, we hebben ook alle wonderzaadjes op de wolkenpiek gevonden. En we krijgen daarvoor 100 bloemenmunten terug. Blijkbaar hebben we in de eerste wereld nog wel wat dingen te doen. Laten we teruggaan naar de tulpenkus. Met een propellerbloem komen we daar in vliegende vaart. Zeker! In de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog als je de volgende wereld wil zien. Dan moet je ook zeker even abonneren. En dan zie ik je gewoon bij die video. Mazzel!